Leuk dat je kijkt naar Bakken met Mandy. En een aantal dagen geleden heb ik jullie de vraag op Instagram gesteld wat ik eens zal maken met dit pak karamelcake wat bij mij al een tijdje over de datum is. En daarbij hebben jullie gekozen voor cupcakes. Voor het maken van deze cupcakes ga ik vandaag gebruik maken van uiteraard de karamelcake. Heb ik nog in de kast ook over de datum Enchanted Cream. Die ga ik gebruiken voor de topping. Uiteraard nu niet voor consumptie, maar voor jullie natuurlijk wel. Spuitmondjes, cupcakevormpjes, gevonden, nog ergens in een doosje gevonden. En een bakblik voor de cupcakes. Spuitzakjes zijn ook wel handig. Even pakken. Tadaa! Zo, volgens mij zijn we compleet. Let's go! Volgens dit pak hebben we nodig eieren, water en boter. Dus dat ga ik nu even uit de koelkast pakken. Normaal gesproken bewaar ik de boter altijd op kamertemperatuur, maar omdat ik nu niet zo heel erg veel meer bak, doe ik het gewoon in de koelkast. Maar mocht je nou veel gebruik maken van boter voor je bakmixen, of mocht je weten dat je dus bijvoorbeeld nu deze week al iets op de planning hebt, hou hem lekker buiten de koelkast, dan kan je hem gelijk gebruiken. Nu moet ik hem in de magnetron doen, maar dat gaat natuurlijk niet snel. Als eerst doe ik even de papiertje in het bakblik. Dan hebben we dat alvast van de werkbank af. Nou ja, die van mij waren verfrommeld in een doos. Maar gaat net zo goed. Het is een beetje een de leftovers van Just Love Cakes aflevering volgens mij. Het gaat er natuurlijk niet zo netjes uitzien als het zou moeten. Maar dat maakt niet uit. Het is toch alleen maar voor deze film. Met het spullen van cupcakes. Strakjes ga ik het namelijk op mijn weegschaal zetten. Zodat er in ieder bakje echt evenveel beslag zit. Zodat ze allemaal dezelfde bakpakket hebben. Allemaal, als het goed is, even hoog worden. Want anders dan krijg je natuurlijk ruzie. En dat wil je niet hebben. Op de achterkant van het pak staat aangegeven hoeveel en wat je nodig hebt. Daarbij staat eigenlijk altijd dat je 500 gram mix nodig hebt voor 20 cupcakes. Dus ik deel dat dan altijd door 20. Dus 500 gedeeld 20. En dat doe ik keer 12. Dan weet je precies hoeveel je nodig hebt voor de cupcakes die je gaat maken. Oké, dat zijn de vormpjes. En de oven doe ik altijd pas voorverwarmen als ik klaar ben met het beslag en het in de vormpjes zit. Want zo lang heeft het voorverwarmen van de oven niet nodig. En ik ben veel langer bezig dan dat ik hem gelijk aan zou zetten. Ik had ook nog wat mix in een bak. Ik bewaar namelijk al mijn ingrediënten in een bak. Netjes met een labeltje erop. Deze heeft geen labeltje. Zodat ik heel makkelijk altijd kon zien in de kast wat was en dan kon ik het pakken. Of als het leeg was, kon ik het bijvullen. Dus vandaar dat ik het nu even het mixpak dicht laat. Want het is toch allemaal over de datum. Ik gebruik het liever deze dan dat ik die weer voor niks open maak. Ik heb 300 gram mix nodig. Ik heb de helft roomboter nodig. Omdat we hier 300 gram mix hebben gebruikt, heb ik 150 gram boter nodig. En zoals ik al zei, had ik deze net uit de koelkast gepakt. Dus ik moet hem even in de magnetron opwarmen. Kijk er altijd wel naar uit. Want anders heb je soep. Of aangebrande boter, dat is ook niet best. Het moet wel altijd een beetje, nou ja, of heel zacht of tegen het vloeibare aan zitten. Want dan mengt het gewoon lekker door je mix heen, anders krijg je van die klontjes. En dat is gewoon heel lastig eruit te kloppen. En dat is helemaal niet zo lekker als je het dan in de oven doet, want dan heb je gaatjes namelijk in je cupcakes. Omdat de boter op die plek is weggesmolten en dan heb je dus gewoon gaatjes in. Ik snij het alvast voor in blokjes, zodat het in de magnetron veel sneller smelt. Welkom in mijn keuken. Oh, dat is een verstophoekje. Daar zet ik altijd alles neer als ik aan het vloggen ben.
wat ik of niet kwijt kan op de eetkamertafel of niet in beeld wil hebben. Oké, even snel naar vooruit. Zie je? Koffiehoekje. Maar het valt nu wel mee. Er staan nu alleen wat bordjes. En twee glazen. Nou, ik ken ermee door. Hij gaat altijd automatisch op een halve minuut. Controleer me altijd naar een kwartiertje, 15 seconden of 20 seconden. Want we moeten natuurlijk geen soep hebben. Uh, 27 seconden heb ik het erin gehad. En ik vind het goed genoeg om in de mix te gooien. En daar ben ik dus wel heel precies mee. Want een ei is ongeveer 50 gram. Dus ik ga toch echt 3 eieren breken en afwegen. Oeh, 134. Hoe valt ik nou nog? 132. Amerikaanse teaspoon lepels. Daarop staat echt super handig. Daarop staat namelijk precies hoeveel het is. Ja. 1 en 2. Oh, ik vergeet nog iets. De garde gebruiken we niet. We nemen hiervoor de kaakklopper. Ik ga nu dus de spuitzak vullen en de mix in de vormpjes spuiten op de weegschaal, niet vergeten. Daarvoor neem ik altijd een vol, groot, nou, hoe noem je dat? Glas, kom, mok. Deze, die heb ik gewoon van de IKEA. No spoon. Een spuitzak. Dus ik doe hem direct in mijn glas. Even zoals goed de randjes even meenemen. De onderkant. Ik merk. Vooral in mijn privéomgeving, dat mensen het heel erg lastig vinden om goed over de weg te gaan met een pannenkoeker. Mocht je daar meer advies over willen of het leuk vinden om een uitlegfilmpje daarvan misschien te zien, dan moet je het even laten weten, want dan ga ik die gewoon even nog posten. Dan heb ik nu alle cupcakebakjes gevuld en dan is het voor mij tijd om de oven aan te zetten. Vind je het nou lastig om te weten wanneer je een hete lucht of een elektrische oven hebt? Dat kan je natuurlijk ook op internet vinden en heel toevallig hier ook op het pak. Maar een hete lucht is altijd het roostertje, dat molentje. En een elektrische oven is zo'n streepje boven en een streepje onder. Ik heb allebei. Voor taarten en voornamelijk macarons maak ik gebruik van de hete lucht, dus het waaiertje. Omdat dan gewoon overal de stroming goed circuleert. En de boven-onderwarmte, nou je snapt het, de warmte komt van onder en van boven. En dan merk ik gewoon zelf dat het eindresultaat niet helemaal optimaal is. Dus ik ga nu ook op de hete lucht stappen. En
daarvoor kies ik dan de Enchanted Cream, ook van Funcakes. Het is echt een hele zachte, zoete crème. Ik weet niet zo heel goed hoe ik het moet uitleggen. Je moet hier of water of melk aan toevoegen. Ik gebruik nu gewoon eventjes water. Het is echt totaal iets anders dan gewone botercrème, want hier gebruik ik dus geen boter in. Dus het is ook niet zo vet. Het enige nadeel wat ik wel vind hiervan is dat het niet zo heel erg op tegen hoge temperaturen kan. Dus als het buiten warm is of heel erg vochtig of klammig, dan zou ik de crème niet gebruiken. Want het, het smelt nogal snel omdat het natuurlijk op water of op melkbasis is. Dus dat is wel even iets wat je in je achterhoofd moet houden. Wat voor weer gaat het worden op het moment dat ik de cupcakes ga serveren. Nou, het recept hiervoor is ook super makkelijk. Het staat hier zo op. Ik heb de sticker eraf gehaald en daarachter zit dan het recept. Je gebruikt 150 gram mix en dan of 100 ml melk en 100 ml water. Maar dat kan je natuurlijk ook 200 ml water of 200 ml melk. Dat is maar net wat je zelf lekker vindt of wat je zelf wil. Dus ik ga nu gewoon even voor 200 ml water. Dit is trouwens ook echt ideaal om giant cupcakes mee te decoreren. Want het is dus niet zo vet. Dus het is ideaal voor kleine kindjes. Dus een beetje slagroomachtig. En dan kunnen ze daar lekker mee klieren en mee spelen. Zonder dat papa en mama hele vieze kleding hebben. En nog even een leuk kleurtje uitkiezen. Zoals je ziet een hele doos vol met kleurstof en poeders. Dus ik ga eens even kijken wat voor kleurtje ik dus zal gaan maken. Laten we vandaag eens iets gaan voor iets origineels. Altijd maar roze maken is ook leuk. Paars? Paars is wel een goed idee. Ik gebruik zelf altijd de kleurstoffen van ProGel, ook te koop bij het haar van decoratie trouwens. Dat vind ik gewoon echt een hele fijne knijptube, dus je kan het gewoon heel makkelijk doseren. Maar ik heb ook nog potjes van Wilton, die zijn volgens mij niet zo heel erg helder en sterk voor kleurtjes van ProGel. Dus ik ga eerst deze toevoegen om te kijken hoeveel ik daarvoor nodig heb. En anders ga ik over op de ProGel. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dit vind ik dus heel grappig. Het is namelijk paars. Zou het moeten zijn. Maar dit potje is echt al heel oud. En dit is echt geen paars. Dit is blauw. Dus we maken blauwe cupcakes bij deze. Zoals je kan zien is de crème nu lekker luchtig en romig geworden. Nogmaals, ik ga dit niet gebruiken om op te eten, maar alleen om aan jullie te laten zien. Want echt alles is over de datum, zelfs de kleurstof zoals je moet komen. Wat ik altijd doe, ik doe niet zo in het glas, maar ik doe even een slagje draaien. Want als ik hem nu ga vullen, dan gaat dit natuurlijk zo omhoog staan en dan loopt alles er langs. Even ook met vullen van macaronslag of whatever, eventjes zo omslaan. Zodat niet alles voor langs gaat lopen. Dat is erg belangrijk. Rechtop, dus niet schuin, maar rechtop. En dan ligt het er een beetje aan wat voor toefje je wil spuiten. Begin je in het midden of begin je aan de buitenkant? Ik begin in dit geval in het midden. En dan hou ik hem rechtop. En dan knijp ik aan de bovenkant knijp ik de crème zachtjes uit. En dan met beide handen maak ik een vloeiende beweging. En een rondje, omdat ik een toef wil spuiten. Zo, en voilà. Ik heb dus
zoals je ziet, maar gewoon even random wat toegespoten. En een cupcake is natuurlijk geen cupcake zonder sprinkles. Dus ik heb even de winter medley gepakt. Ik weet niet of je de vlog al hebt gekeken, aflevering nummer 3. Maar daar geef ik namelijk een unieke kortingscode in weg die alleen te gebruiken is op de website van Taart en Decoratie. En die is dus ook geldig op de Christmas medley. Ik zou zeker even de vlog kijken op YouTube. De link staat ook in mijn bio op Instagram. Ik zou wel eventjes snel gaan kijken als ik jou was. Zo, dat waren de cupcakes. Ik hoop dat je het filmpje leuk vond en dat je wat van hebt geleerd. Mocht je nog vragen hebben, stel ze uiteraard gerust. En dan hoop ik je de volgende aflevering weer terug te zien. Dan hoop ik de bestelling uit China te ontvangen te hebben. Want dan gaan we namelijk cakepops maken. En niet zomaar cakepops, maar Magnum cakepops. Dus tot de volgende keer.